Bart Strengers, Marcel Krok. Ik heb ze allebei uitgebreid gesproken over klimaat en klimaatverandering. Ik ben benieuwd of ze ook met elkaar in gesprek kunnen. Kop of munt? Kop. Gaan we. Munt. Marcel, jij mag de eerste vraag stellen. Bart, als ik kijk naar klimaatverandering, dat die plaatsvindt, dat is zeker. Maar ik zie tot nu toe geen reden voor paniek. Ben jij het met mij eens dat er op dit moment eigenlijk nog niks aan de hand is? En waar ben jij bang voor in de toekomst? Nou, angst en paniek lijken me niet de beste raadgevers, dat om te beginnen. Ik denk dat er nu al veel effecten zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als we kijken naar het Noordpoolijs, wat voor 3/4 is afgesmolten in de zomermaanden. Als we kijken naar gletsjers die wereldwijd terugtrekken. Als we kijken naar zeespiegelstijging, wat al gaande is. En de warmte vooral die wordt opgenomen in de zee. Als we kijken wat er gebeurt in het Alpengebied bijvoorbeeld. Het punt is natuurlijk, wat gaat er gebeuren in de toekomst? Dat is de grote vraag. En dat is van twee dingen afhankelijk, denk ik. Nou, van veel meer dingen, maar om het simpel te stellen. Het eerste is, hoeveel CO2 en andere broeikasgassen gaan wij uitstoten als mensheid? Het tweede is, hoe gevoelig is het klimaat voor broeikasgassen? Dat is cruciaal. Mijn vraag aan jou zou zijn, Marcel, wat zie jij als de meest waarschijnlijke waarde van die klimaatgevoeligheid? En even voor de duidelijkheid, klimaatgevoeligheid is gedefinieerd als de opwarming ten gevolge van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Zoals je weet heb ik met de Britse onderzoeker Nick Lewis een uitgebreid rapport hierover geschreven, over dit onderwerp. Een gevoelige kwestie heet dat rapport. En daarin leggen wij uit dat schattingen voor die klimaatgevoeligheid op basis van waarnemingen, hè, dus de toename van de temperatuur, wat gebeurt er in de oceanen, dat die op dit moment het meest betrouwbaar zijn. En die brengen ons op dit moment tot een schatting van ongeveer 1,5 graad. En dat is fantastisch nieuws. En daarom noem ik mezelf ook klimaatoptimist. Ik ben echt heel erg optimistisch wat dat betreft. En waar nou de discussie over gaat en waarom het IPCC ook tot hogere schattingen komt, is dat je kan ook die klimaatgevoeligheid halen uit de klimaatmodellen. Ja, dus dat zijn hele grote computermodellen waarmee je het klimaat probeert na te bootsen. En die klimaatmodellen die hebben een hogere klimaatgevoeligheid van gemiddeld 3 graden, 3,5 graad bijna. En waar de discussie nu over gaat, is dat Lewis en ik en enkele andere meer kritische mensen die zeggen van, nou, die schattingen op basis van waarnemingen vinden wij veel betrouwbaarder dan de schattingen op basis van de modellen. Klimaatmodellen die komen inderdaad met een hogere schatting. Waarom? Omdat die modellen een andere manier van berekenen hebben, namelijk veel uitgebreider. De volledige fysica van de wereld zit daarin. Wat die methode van Nick Lewis doet, die gaat alleen maar uit van wat je zegt, een heel simpel model in feite. En in feite alleen maar van de temperatuurstijging zoals we die zien op aarde. En dat levert een hele grote onzekerheid. Het kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen. Het heeft niks met optimisme of pessimisme te maken. Maar er is nog een behoorlijke kans, misschien wel 1-2%, dat het 3, 4, 5 graden wordt, afhankelijk van hoe hoog die CO2-concentratie is. En dan denk ik van ja, we hebben maar één aarde. En op het moment dat het die hoge waarde zou worden, hebben we een gigantisch probleem. Met hoge zeespiegelstijging, met enorm veel vluchtelingen, noem maar op. Ja. En het punt is, en daarop is klimaatbeleid ook gebaseerd, dat je zegt van luister, ook al is er maar een relatief klein risico op enorme effecten, dan is dat voldoende reden om beleid te voeren. Marcel, waarom zoveel risico nemen? Ja, nou, dat is een beetje het voorzorgprincipe in de praktijk. Dan is de vraag van, hebben we de middelen op dit moment om drastisch CO2 te reduceren tegen een betaalbare prijs. Hè? Want dan komen we een beetje op het punt van hoe hoog kan de verzekeringspremie zijn die je bereid bent om te betalen. En daarom is het denk ik ook zo'n verhit debat geworden. Op het moment dat er een hele betaalbare optie zou zijn, dan zouden wij hier met z'n tweeën, met z'n drieën niet eens staan. Maar die duidelijkheid is er niet. Nee, dus die duidelijkheid is er niet. Maar dan is dus de belangrijkste vraag is van hoeveel ben je dan bereid om nu op dit moment uit te geven om dat risico in te perken. Er is een kleine kans dat jij een meteoriet op je huis krijgt. Nou, hoeveel ben jij bereid om daar maandelijkse premie voor te betalen? Als iemand zegt, je moet je daartegen verzekeren. Dan zeg je, arme hoela, ik neem dat risico wel. He, dus we nemen in ons dagelijks leven en ook als samenlevingen. Maar je verzekert je wel tegen brand. We verzekeren ons tegen brand. Dat is een uitstekend voorbeeld. Want hoeveel betaal je daarvoor? Dat is een paar euro per maand misschien.
En we zijn op dit moment met klimaat- en energiebeleid zijn we bezig om niet een paar euro, maar gewoon straks tientjes, honderden euro's te gaan uitgeven. Sowieso op jaarbasis gaat het wel richting honderden euro's per jaar. Aan klimaatbeleid. Voor dijken accepteren we een overstromingsrisico van eens in de 10.000 jaar. Voor kerncentrales is het eens in de miljoen jaar. En dan zouden we dus voor onze planeet zeggen van nou, een kans van 5% vinden we prima. Dat is de percentages waar je aan moet denken. Dan denk ik van ja, dat is niet prima. Zelfs een 2 graden scenario, hè, dus wat we dus in Parijs hebben afgesproken, of wel below 2 degrees, dus lager dan 2 graden, heeft nog steeds een overschrijdingsrisico van 5 graden van een paar procent. En dat zijn dus risico's die we al moeten accepteren eigenlijk. Want ik zie zelf ook dat er een grens is aan de snelheid waarmee die transitie mogelijk is. Hè. Daar rekenen wij ongeveer dagelijks aan, zowel voor Nederland als voor Europa als voor de wereld. Wij kijken gewoon van hé jongens, wat is er mogelijk binnen redelijke termijn? Je kunt een kolencentrale niet van vandaag op morgen sluiten. Zo gaat het niet. Er is tijd voor nodig om die overschakeling te maken. Daar zullen wij het ook over eens zijn. Ja. Ik denk alleen, want jij zegt van nou, we wachten het rustig af. En als blijkt dat het tegenvalt, dan gaan we eens een keer in actie komen. Maar dan is het simpelweg te laat. Ben jij het eens dat sinds 1979, dat we ook goede satellietmetingen en dat soort dingen hebben, dat de modellen de wereldwijde opwarming al met 35% ongeveer overschatten? Ben je het daarmee eens, ja of nee? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben je het niet mee eens. Want er zijn inderdaad studies zeggen van ze hebben het overschat. Anders zeggen van nee, wacht even, je moet er anders naar kijken. Het CMIP-5, dat is een groot project waarbij heel veel modellen werden vergeleken met elkaar. Die gebruiken waarnemingen tot 2005. Daarna leken de modellen achter te lopen op wat er werkelijk gebeurde. Maar hoe kwam dat? Men is daarna gaan kijken uiteraard van hey, het lijkt minder op te warmen in de werkelijke wereld dan in die modellen. Punt is dat vulkaanuitbarstingen daar niet in zaten. Vulkaanuitbarstingen leiden tot afkoeling. Corrigeer daarvoor, dan kwam je alweer dichterbij. De zon die wordt langzaam minder actief. Die is in zijn maximum geweest en het gaat nu langzaam weer minder worden. Als je daarvoor corrigeert, kom je nog weer iets dichterbij. Daarnaast is het zo dat El Niño is ook een belangrijke factor die als die sterk is, de temperatuur opdrijft op de wereld. Daarom was het in 2016 ook zo warm. Maar sowieso in 2014, 2015, 2016 en ook nu 2017 wordt een ontzettend warm jaar. Veel warmer dan die periode waar jij naar refereert sinds 1998. Maar wat jij nu zegt. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan is er een studie. 2 maanden geleden, Stevens, Nature, die precies laat zien van hey, als je daarnaar kijkt, dan zie je dus op een gegeven moment dat het wel degelijk met elkaar overeenkomt. Volgens mij erken jij wel dat die modellen meer opwarming geven dan de werkelijkheid. Dus wat ik net zei, mijn basisvraag aan jou van 35% overschatting van de opwarming. Je zegt alleen, als we met terugwerkende kracht kijken waardoor dat komt en we corrigeren voor dit en we corrigeren voor dat, dan kunnen we het wel weer enigszins in lijn brengen. Dat is wel een heel ander punt. Nee, er wordt gecorrigeerd voor dingen die je niet kunt weten, namelijk vulkaanuitbarstingen. In 1990 was de Pinatubo, die had een enorme uitbarsting en die dreef de temperatuur met 2/10 graad omlaag de jaren daarna. Jij weet, als je een model gaat extrapoleren in de toekomst, dan doe je daar geen vulkaanuitbarstingen in, want je weet niet wanneer die uitbarst. Geen idee. El Niño, hetzelfde probleem. De timing van wanneer een El Niño precies optreedt in de Stille Oceaan, dat weet je niet. Waar het om gaat, is dat de klimaatmodellen het klimaatsysteem aan zich in zijn geheel heel goed weergeven en dus ook de opwarming over de langere termijn. Dat is waar het om gaat. Maar ik denk dat we daar echt fundamenteel van mening verschillen. Ik denk dat er echt zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat de modellen overgevoelig zijn. Dus de modellen warmen te veel op. En het werkelijke klimaat is waarschijnlijk dus niet zo gevoelig voor die broeikasgassen. En de modellen zijn overgevoelig. En ons klimaatbeleid, terug te komen op het beleid, is vooral gebaseerd op de modellen. Klimaatbeleid is niet vooral gebaseerd op modellen. Dat wil ik pertinent tegenspreken. Klimaatbeleid is gebaseerd op het volledige spectrum aan studies. Dat gaat over waarneming, dus inclusief de methodes van Nick Lewis, want die komt met die lage waardes. Is gebaseerd op klimaatmodellen, want die komen met die tussenwaardes, 3, 3,5. Is gebaseerd op paleoclimatologie, die met hogere waardes komt. Dus op de volledige range. Dan wordt daarnaar gekeken en zegt van jongens, als we nou naar het geheel kijken, dan zien wij dus dat dit de stand der wetenschap is. Op basis daarvan moeten wij beleid voeren. 196 landen in de wereld, oftewel alle landen, behalve de VS nu, hebben gezegd op basis van dat hele spectrum, wat door dat VN-panel is neergezet,
moeten wij nu met elkaar beslissen, wat gaan we doen? Nemen we het risico, wachten we af of doen we dat niet? Jij zegt, laten we maar afwachten, dat is je goed recht. Jij focust op die studies die zeggen dat het heel laag is. Daar hecht jij meer geloof in. Ja. Dat mag ook, want dat doen wetenschappers sowieso. Die geloven meer in hun eigen studies dan die van anderen en proberen die onderuit te halen. Dat is het wetenschappelijk proces, daar ben ik helemaal voor. Tuurlijk. En in die zin, dat hebben wij ook geschreven in commentaar op jouw boek, zeiden van, jij hebt ook een rol te spelen, want jij bent heel kritisch en jij weet de zwakke plekken bloot te leggen en zet andere aan tot denken. Perfect, helemaal goed. Alleen op die manier daar dan beleid op te gaan voeren, dan denk ik van nee, zo werkt het niet. Bij het PBL en kijken wij naar dat, nogmaals naar dat hele spectrum. Ja. Ik ben het wel oneens met je als jij zegt dat we ons beleid baseren op veel meer dan de modellen. Want kijk, als je kijkt naar hoe het debat nu gaat, is het 2-graden grens. Volgens de modellen moeten we dan dit pad gaan bewandelen. Ja, dus de modellen worden gebruikt voor het berekenen van bijvoorbeeld het carbon budget. Hoeveel CO2 mogen we nog uitstoten? Dus in dat verhaal zijn die modellen wel degelijk dominant. En bepalen die het beleid. En daarom is het ook zo essentieel om die discussie op het scherpst van de snede te voeren. Is die modelgevoeligheid nou betrouwbaar of zijn die observationele schattingen nou zo, zijn die betrouwbaar? Dat klimaatakkoord van Parijs, dat schijnt enorm belangrijk te zijn. Gaat het daadwerkelijk verschil uitmaken, Bart? Of het verschil gaat uitmaken, dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat het verschil gaat uitmaken. Uiteraard. De bedoeling is dat het de opwarming beperkt tot 2 graden met een kans van 66%. Ja. En liefst daaronder. Hè? Dat is wat er is geformuleerd. Maar het Parijsakkoord zelf is in wezen een procedurele afspraak. Zeg maar. De landen die zeggen van nou, dit is wat ik wil doen op dit moment. En geven dan aan van hoe ze dat denken te bereiken. Het is niet zo dat ze worden vervolgd als ze dat dan vervolgens niet doen. Nee, het is ook niet zo dat als je alles bij elkaar optelt, dat dan dat doel bereikt wordt. Het is meer niet? Nee, op dit moment niet. Op dit moment niet. Volgend jaar, omdat het op basis van vrijwilligheid is. Er is gezegd, iedereen moet zeggen van nou, dit ben ik bereid te doen. Alles wordt bij elkaar opgeteld, daar doen wij ook aan mee, aan die optelling. En dan wordt gekeken van oké, waar komen we nu uit? En dan zeggen van ja, er is nog een gat. En dus gaan we volgend jaar verder praten met elkaar om te zeggen van hé, wat kunnen jullie nog verder op tafel leggen om dat gat te dichten? Heel terecht wat Bart zegt, er zit nog een gat. Maar in mijn optiek is het zelfs een beetje een publiek geheim dat het gat nog veel groter is dan wordt gedacht. In de kranten hoor je vaak van met Parijs komen we tot 2,7 graden in plaats van 2. Maar de Deense milieueconoom Björn Lomborg die heeft in een paper laten zien dat het effect van Parijs maar 1, of dat in Parijs eigenlijk maar 1% is afgesproken van wat nodig is om onder de 2 graden te blijven. En dan ga je uit van de klimaatmodellen waar we het net ook al over hebben gehad. Ja, maar beter dus, dan niks, zou ik dan denken. Nou ja, goed, 1%. En Lomborg schat dat de kosten daarvan al echt in de honderden miljarden, hij noemt zelfs een getal van 1000 tot 2000 miljard per jaar aan kosten. Wij doen ook berekeningen voor Nederland eigenlijk, van hoeveel moeten we investeren om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat zijn dan directe kosten. Dat gaat over 3,5 tot 5,5 miljard in de komende decennia, maximaal. En dat is geen weggegooid geld. Ik bedoel, je investeert in de windindustrie, in de zonne-industrie, in alternatieve in elektrische auto's, noem het allemaal op. Dus het is niet zo dat daar dan dat geld verdampt of zo. Het is gewoon een andere economie. Dus het is op een andere plek investeren dan we nu doen. Ja. Nu kopen we een hoop olie in het Midden-Oosten en die bouwen daar ijsbanen van in de woestijn. Ja. Kunnen we nog skiën over 50 jaar in Europa? Op grote hoogte nog wel, denk ik. Maar het zal steeds lastiger worden. Met name als klimaatbeleid niet succesvol is. Dan zullen de gletsjers verdwijnen in de komende 50 jaar. En zal het steeds lastiger worden, denk ik, om de skis nog onder te binden. Ja. Echt dat waar? Denk ik wel. Ja, dat denk ik zeker. Marcel? Lijkt me zeer voorbarig. Er zijn al diverse keren wetenschappers geweest die hebben gezegd over 10 jaar geen sneeuw meer. En dan kwam er toch weer een horrorwinter. Dus ook in Engeland en Nederland zelfs met veel sneeuw. Dus variabiliteit blijft groot. Het gaat over gemiddelde. Het is heel grillig. Maar over het algemeen zal het gewoon minder worden. Net zo goed als stedentochten. De kans daarop zal steeds kleiner worden. In een opwarmend klimaat. Dat is onvermijdelijk.
Als stedentochten zie je ook interessante dingen. Dat het klimaat heeft ook de neiging om in clusters voor. Events komen in clusters voor. We hebben elf stedentochten van 1940, 41, 42 gehad. 85, 86. Nu hebben we al 20 jaar geen elf stedentocht gehad. Maar het kan best zijn dat er op een gegeven moment weer twee redelijk dicht achter elkaar komen. Dus het is erg lastig om dat soort zeldzame gebeurtenissen, om daar echt kansen aan te hangen. Tot slot. Wij praten nou met elkaar op een redelijke manier eigenlijk. Twee totaal verschillende standpunten. Waarom is dat klimaatdebat in Nederland zo emotioneel geladen en waarom is er zoveel ruzie? Omdat de energietransitie diep ingrijpt op iedereen. Veel mensen zijn bang dat dat ten koste gaat van hun welvaart, dat ze niet meer mogen vliegen, dat ze dus niet meer mogen autorijden. Dus er zit heel veel angst onder, denk ik, dat het heel veel betekent voor onze way of life. Dus verzet eigenlijk? Verzet, ja, verzet. Dus het is, dat heeft meer psychologie te maken dan met wetenschap. Ik denk dat het ook iets is van wetenschappers in het algemeen, hoor. Wetenschappers vinden het, die kunnen echt om de meest onbenullige dingen kunnen ze echt elkaar echt te lijf gaan. En wat bij klimaat daar bovenop komt, is dat klimaatwetenschap ook dus heel erg politiek en een maatschappelijk onderwerp is geworden. Dus je hebt én een wetenschappelijk debat en daarbovenop hele belangrijke maatschappelijke vraagstukken. En dat maakt het extreem emotioneel, zelfs voor wetenschappers. Want wetenschappers weten ook, wat ik vind, heeft gevolgen voor beleid. Het heeft een enorme politieke lading. Het heeft een enorme politieke lading. En het gevolg daarvan is ook dat quasi-wetenschappelijke argumenten worden gebruikt in het politieke debat. En daar heb ik ook heel veel moeite mee. Marcel doet dat minder. Maar bijvoorbeeld jouw boek, wat je geschreven hebt, hebben wij een reply opgeschreven. De staat van het klimaat heeft hij geschreven in 2010. We hebben daar met 7 wetenschappers serieus naar gekeken. We hebben een antwoord geschreven van 42 pagina's. En hebben dat gefileerd en aangegeven van hier en hier. Klopt het niet? Of ben je heel erg eenzijdig aan het kijken naar het materiaal wat er ligt. Helaas heb je daar nooit op geantwoord. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou, ik denk dat het ook gewoon persoonlijke redenen had. Dat ik in de zin van toen mijn boek klaar was. Het was heel heftig om dat boek te schrijven. Omdat toen ik het schreef, was de periode van Al Gore, van de hoogte. Het was een soort hoogtepunt van de klimaathype. En ik ging tegen de stroom in. Dat heeft echt enorm veel energie gekost. En toen kwam een paar maanden nadat mijn boek uit was, kwamen zij met een heel dossier. Maar dat is ook weer zo overwhelming. Want je moet ook niet vergeten dat, het, zeker in Nederland, is het vaak ik bijna tegen de rest. Het punt is dat, wat ik net zei, er steeds argumenten worden gebruikt die al vaak weerlegd zijn. We hebben heel duidelijk aangegeven, want de argumenten die je daar gebruikt, gebruik je nu weer. Toen hebben we heel goed uitgelegd van, hé Marcel, kijk nou even goed naar wat de wetenschap daarover zegt. Waarom focus je nou zo op zo'n klein spectrum van de studies? Waarom ben je hier aan het cherrypicken? En dat is niet fundamenteel veranderd in mijn ogen. Kijk, wat jullie gedaan hebben is gewoon helemaal prima. Dat is wel Krok verwijst naar studie X, maar je hebt ook studie Y. Jullie verwijt van cherrypicking vind ik ook flauw, want iedereen in deze discussie doet aan cherrypicking. Je kan namelijk niet compleet, zelfs het IPCC-rapport, wat 3000 pagina's is, kan niet compleet zijn. Maar veel completer dan Marcel Krok. Ja. Jongens, ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. En jij ook bedankt voor de moeite. Jij ook.